De Vierdaagse gaat ieder jaar gepaard met allerlei leuke gadgets rondom dit wandelevenement. Het radioprogramma Saturday Mike Fever heeft de drie leukste Vierdaagse gadgets van dit jaar op een rijtje gezet. Welke hebben dingetjes mag je dit jaar echt niet missen? Voorgaande dagen zag je al de eerste twee gadgets. Heb je deze gemist? Ga dan naar ons YouTube kanaal voor de Vierdaagse update. Nu zie je de derde en laatste geselecteerde gadget. De Vierdaagse. Het zijn de Vierdaagse poppetjes. En jullie hadden er vorig jaar al, je mag het sowieso vertellen. Maar waarom heb ik het ervoor gekozen? Omdat er dit jaar ook een roze poppetje bij zit. Maar daar gaat ons Freek Oosting alles over vertellen van de Vierdaagse poppetjes. Ja. Welkom. Dankjewel. Vertel, wat is nou het Vierdaagse poppetje? Nou, het Vierdaagse poppetje is een poppetje gebaseerd op Lego. En eigenlijk speciaal ontworpen voor Vierdaagse door vijf vrienden. Die zeiden, wil iets leuks met Vierdaagse doen? En dit poppetje hebben we laten ontwerpen. Echt door iemand, Judith Pols, een kunstenares. En vanuit al die ontwerpen, we hadden de hele woonkamer vol staan met tekeningen, hebben we het eerste groene poppetje eigenlijk bedacht. Ja, en die staat ook op jouw t-shirt. Hè? Dus ja. Mocht je naar de webcam kijken, dan kun je die zien. Ja. En ik kan hem dan ook wat beter beschrijven, want hij heeft ook een gladiool in zijn armen. Dus ja. Zie je het? Ja, en een vlaggetje vast. Ja, en hij heeft een medaille op zijn borst. Ook, heeft ook gehaald. Dat nog. Ja. Hij heeft het uitgelopen. En ik denk dat ik daar de Waalbrug zie. Ook helemaal de Waalbrug. Klopt, ja. Precies. Matthijs, ben je al begonnen met het poppetje in elkaar te zetten? Ik heb hem deels in elkaar gezet. Hij mist de armpjes nog op het moment. Ja, die zaten los in het zakje. Maar je zei al een beetje, tussen neus en lippen door, hij is gebaseerd op Lego. Maar er staat geen Lego op het zakje. Nee, er staat geen Lego. Het is geen Lego. Nee. Het is wel exact hetzelfde als Lego. Dus het past allemaal op elkaar. Maar het is geen Lego. Lego kon dat niet maken voor ons. Nee, wat jammer. Nee. Heb je het wel geprobeerd? Nee. Nee. Kon niet. Doen ze niet. Nee. En dit jaar hebben jullie een nieuwe editie. Hè? Vorig jaar was het dus het poppetje gewoon in de traditionele Vierdaagse kleuren. Ja. En dit jaar dus een roze. Waarom een roze? Nou ja, iedere Nijmegenaar, iedere Vierdaagse loper weet dat natuurlijk. Roze Woensdag. En het is op roze woensdag zo druk in de stad. Iedereen loopt ook in het roze. Nou ja, waarom ons poppetje dan niet, hè? Leuk, hè? Vind je dat niet leuk? Ik vind het zeker leuk. Ik heb de armpjes er inmiddels aan zitten. Dus ik heb me redelijk in elkaar. Je bent een techneut, Matthijs. Ja. Want ze worden los in een zakje aangeleverd. Dat moeten we er wel bij zeggen. Hè? Dus je moet ze zelf in elkaar zetten. Matthijs, lukt het? Ja, ik heb me redelijk in elkaar zitten. Is dit voor kinderen of is het echt ook leuk om als loper te hebben? Het Lego is vraag het aan heel veel lopers, want vorig jaar hebben we het langs de route verkocht. We hebben het midden in de stad verkocht bij Bloemenshop Decora. Nou, mensen, iedereen die langskomt, koopt het. Maar heel vaak ook grootmoeders, grootvaders met kinderen, met kleinkinderen. Mm-hmm. En eigenlijk voor iedereen. Ja. Maar lopers kopen het heel vaak eens aan, denk ik. Ja. Maar we weten natuurlijk, Lego is natuurlijk sowieso voor iedereen tegenwoordig. Hè? Ja. En volgend jaar gaan we dan nog meer verschillende poppetjes zien? Ja, dat is zeker de bedoeling. Maar in ieder geval moet natuurlijk het roze poppetje volgend jaar echt verkocht worden. Ja. Want dan gaan we echt weer lopen. En dan wil iedereen vast een roze poppetje hebben. Ja, nou, ik vind het echt een superleuke gadget. Dank je wel. Zeker. Jullie ook bedankt. Ja, en ga je nog iets doen met de Vierdaagse of met de feesten? We gaan het poppetje alsnog proberen te verkopen. Oh. Ja, midden in de stad. Ja, precies. Ja. Leuk. Freek, heel veel succes daarmee. Dankjewel. En hopelijk dat we volgend jaar weer kunnen lopen en dat we dan allemaal roze poppetjes kunnen verzamelen. Fijn weekend. Dankjewel.